Mijn sterkste punt is... Coachen. Mijn zwakste punt is... Snelheid. De tandem die ik vorm met Paul de Lange zou in het eerste elftal niet meer staan. Paul wel, ik niet. Zoveel dagen moet ik herstellen na een wedstrijd. Valt mee. Door de jonge selectie voel ik me extra oud. Ja. Na mijn carrière zou ik een prima coach zijn van Nicolas Boys 2. Samen met Martin. Het is ronduit grappig dat Martin Vogelaar nou moet gaan vertellen hoe ik moet gaan voetballen. Nee, heb je verdiend. Spakenburg IJsselmeervogels of Nicolas NSV? Nicolas NSV. Ik heb momenteel veel meer plezier in het voetballen dan voordat ik gestopt was. Nee. Het grootste talent binnen deze selectie is... Het aankomende kunstgras is een groot voordeel voor een lichte speler als ik. Ja. Soms kan ik de mentaliteit van jongere ploeggenoten echt niet begrijpen. Nee. Promotie met Nicolas Boys 2 had een hoogtepunt in mijn carrière geweest. Absoluut. Mijn ervaring is precies wat Nicolas Boys 2 nodig heeft. Ja. Ik ben te fanatiek om lager te gaan voetballen. Ja. Ik ben een van de redenen dat het beroep fysiotherapeut bestaat. Absoluut. Ik trap zoveel ballen op de lat. Nul. Mijn naam is... Martijn Vraag. Martijn Vraar, na al die jaren weet je precies wat je wel en wat je niet kan. Scoren gaat wel aardig. Ja. Ben je er heel erg ziek van? Helemaal niet. Wie gaat er winnen? Jean Sarsen. Dankjewel.